Mijn naam is Frank. Hoi Frank. Ja, ik zou waarschijnlijk ook beginnen planten. Ja. En autoflowers, daar heb je nog niets over verteld. Is dat even goed? Is dat een aanrader? Want dat is kleiner. En je hebt twee keer oogst, heb ik gelezen. Ja, het leuke aan autoflowers is dat ze heel snel bloeien. Dus dat ze heel snel klaar zijn. Met andere woorden, als je in april begint, dan heb je misschien half juni heb je al je eerste plantjes binnen. Ja. En dan kun je daarnaast nog een aantal planten doen die pas in september, oktober klaar zijn. Ja. Dat is het voordeel. Maar dus het eindproduct is even goed? Maar weet je wat het is? Als het eindproduct goed is, relatief. Als het eindproduct van een bepaalde sterkte is, dan vind jij daarin jouw dosis. En als het eindproduct niet sterk is in vergelijking met een ander product, dan neem jij meer druppels. Who cares? Dat weet je snel genoeg. Want nu zat ik te lezen op sites wat het hoogste THC-gehalte heeft. Ja. Dus Cinderella enzovoort. Ja. Dus daar moet je echt niet naar kijken. Nee, het is net stel dat alcohol verboden was. Hè, dat we in een zwaar islamitisch land leven of zo. En alcohol is verboden, maar iedereen die smokkelt het. En bij de supermarkt, daar kopen ze winkelkarretjes vol met suiker om thuis alcohol te stoken. Maar dat doen die experts in Saudi-Arabië. Nou, stel dat het, dit zo'n beetje hetzelfde is, dat maakt allemaal niet uit. Dan ga je ook niet zeggen van, moet ik dan alcohol hebben van 45% en die is lekkerder dan die van 20%. Maar het is wel tegen kanker, hè? Dus, ja, het, kijk wat het is dat een lichaamscel krijgt op een bepaalde tijd een seintje via een endocannabinoïd dat die aan het eind van zijn levenscyclus is gekomen. Dan breekt die lichaamscel zich af in bouwsteentjes weer. Die worden hergebruikt en een deel wordt afgevoerd. Alleen in een lichaam waar verstoring is, komen die endocannabinoïden niet meer bij die cel. En daar zijn verschillende theorieën voor. Degene die na mij komen, die kunnen je daar wat meer over vertellen. Het heeft te maken met zuurgraad, het heeft te maken met niet-biologisch eten. Het zal verstrolen zijn er heel belangrijk in. En wat wietolie dus doet, THC en CBD-olie, is die, dat proces van afbreken en communiceren met die kankercellen weer op gang brengen. Dat heet apoptose. Een cel breekt zichzelf af op een seintje dat hij krijgt. En dat afbreken, dat heet apoptose. En dat gebeurt miljoenen keren per dag in ons lichaam. Gaat bijna altijd goed. Alleen soms gaat het fout. En wat het lichaam dan doet is, het vernietigt of die kankercel, of het omkapselt het en zegt van nou, dan gaan we later nog even naar kijken. En als jij dus doorgaat met jouw slechte kwaliteit van leven en rood vlees eten en weet ik veel wat wijn drinken, dan komt het lichaam daar niet meer naartoe. Ieder mens heeft allerlei slapende kankercellen in zijn lichaam. En als je conditie slechter wordt, dan kan het zijn dat er een paar zeggen van, nou gaan we even aan de gang. Maar dus ik heb net kanker en ik had gelezen bij Rick Simpson, if you want to hit cancer, you have to hit it very strong. Ja. Dus dan zeg ik ga constant mijn bovengrens gaan zoeken, ja, zodanig dat die kanker verdwijnt. Ja. Dus dat moet je toch doen. Hè? Als dat goed is toch... dus heb je daar kans op, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Maar, nogmaals, kijk, met kanker heb je sowieso 5% overlevingskans. Dat is het minimaal. En je kan allerlei dingen doen om die kans groter te maken. Het hangt ook weer af van het soort kanker dat je hebt. Hmm. Maar je kan er gegarandeerd iets aan doen. Ja, dat geloof ik ook. Alleen wat de uitkomst is, dat is niet altijd te voorspellen. Hmm. Oké. Okay. Ja? Ja. Dank je wel. Succes erbij. Dag iemand.